Hoi, mijn naam is Jesper en dit zijn 10 aanwijzingen dat jij super slim bent. Nummer 10. Je houdt van slechte films. Het is zeldzaam dat een film als enkel goed of slecht kan worden beschouwd. Zo vindt de een The Godfather vreselijk, maar kan een ander er juist enorm van genieten. Maar sommige slechte films zorgen voor volledige consensus binnen de filmkritiek. En als dat nou precies een film voor jou is, dan zou je wel eens een genie kunnen zijn. In 2016 publiceerde het academische tijdschrift Poetics een onderzoek waarin de consumptie van kijkers van slechte films werd onderzocht. Door middel van vragenlijsten kwamen de onderzoekers tot de ontdekking dat kijkers die graag slechte films kijken een bovengemiddelde intelligentie hadden en ook veel plezier hadden in art cinema. Voor deze mensen, met name mannen, is het kijken van deze films een ironisch proces van het analyseren van productiewaarde, dialoog en plotstructuur. Deze conclusie komt uit het halen van plezier uit eigen afdaling naar populaire films. Hoe meer kennis de informanten van deze functies hadden, hoe meer plezier ze hadden in het kijken van deze films. Nummer 9. Je bent lui. Even voor de duidelijkheid. Dat je lui bent betekent niet per definitie dat je een genie bent. Er is nog steeds veel werk aan de winkel als je studeert of werkt. Maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat actieve denkers sneller inactief worden. In 2015 werd een onderzoek gedaan waarbij een vragenlijst werd gebruikt om 60 mensen in 2 groepen te plaatsen. De eerste groep van 30 denkers hield van mentale uitdagingen. En de tweede groep van 30 niet-denkers hielden niet van uitdagingen. Alle deelnemers kregen fitness trackers die een week lang de fysieke activiteiten van de mensen meten. De vondsten suggereerden dat de denkers minder bewogen dan de niet-denkers. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat dit te maken kan hebben met concentratieniveaus. De intelligente deelnemers hadden hogere niveaus van focus en interesse en dus waren ze minder verveeld en gingen ze dus ook minder de deur uit. Daartegenover stonden de niet-denkers die sneller verveeld raakten waardoor ze sneller even gingen sporten. Nummer 8. Je bent introvert. Zoals het gezegde luidt, degene die het meest weet, zegt dat hij het minst weet. En de wetenschap lijkt het daarmee eens te zijn, omdat je niet zomaar van de daken schreeuwt dat je een genie bent. Sterker nog, je zult het misschien aan niemand vertellen. Onderzoekers in Colorado vonden in 2013 dat zo'n 60% van de slimme kinderen introvert is. In vergelijking tot zo'n 30% van de gemiddelde kinderen. Kinderen die als hoogbegaafd gezien te worden, hebben een IQ van 160 of meer. En daar komt het aantal op 75%. Dat betekent niet per se dat genieën ook daadwerkelijk introvert of verlegen zijn. Nummer 7. Je blijft lang op. We hebben allemaal wel eens gehoord dat vroege vogels het meest productief zijn. Maar de nachtuil kan er ook wat van. Een hypothese van het tijdschrift Psychology Today stelt dat dit een evolutionair gegeven is. Omdat onze voorouderen geen kunstmatig licht hadden in de avond en nacht. Dus toch productief kunnen zijn aan het eind van de dag lijkt een evolutionair gevolg te zijn. Daarom zou nachtelijke productiviteit veel voorkomen bij intelligente mensen. Dit werd ondersteund door een grote groep van jonge informanten die werden onderzocht op de relatie tussen hun bedtijd en hun IQ. Daaruit kwam een sterke correlatie naar boven tussen beide elementen. Zo zouden jongeren met een IQ lager dan 75 gemiddeld rond 11:30 gaan slapen. Terwijl mensen met een hoger IQ dan 125 pas ver na middernacht onder het wolk kruipen. En we gaan door met nummer 6. Je bent het oudste kind. Jongere broertjes en zusjes hebben het niet altijd even makkelijk. Een onderzoek uit 2016 wees uit dat jongere kinderen vaker een lager IQ hebben dan hun oudere broers of zussen. Een Noors onderzoek onder 250.000 18- en 19-jarigen ontdekte dat de eerste kinderen gemiddeld 2,3 punten hoger scoorden op het IQ. Dit werd ondersteund door een andere studie, waarin kinderen elke 2 jaar tot hun 14e werden bestudeerd. Daaruit werd geconcludeerd dat de oudste kinderen ook betere leesvaardigheden en geheugen hadden. Op nummer 5. Nou, dit is mijn puntje hoor. Je bent grappig. Veel mensen denken van zichzelf dat ze grappig zijn. Maar je kunt best zeggen dat er ook heel veel grappige mensen op deze aardbol rondlopen. En gewoon eenmaal grappiger zijn dan anderen. En als je tot deze groep behoort, dan stelt de wetenschap dat je waarschijnlijk een hoger IQ hebt. Een onderzoek uit 1970 laat zien dat professionele grappenmakers het beste en objectieve, maar kritische blik kunnen werpen op de samenleving. Deze mensen moesten een IQ-test doen en deze werden vergeleken met het gemiddelde IQ. Daar kwam uit dat deze laatste een behoorlijk stuk lager lag. 55 mannen haalden een gemiddelde score van 138 en 14 vrouwen haalden een gemiddelde van 126. Het gemiddelde van de bevolking lag toen tussen de 90 en 110. Onderzoekers suggereerden dat deze discrepantie te maken zou kunnen hebben met de grotere productie van dopamine in het brein van grappige mensen. Dit stofje maakt ons gelukkiger, maar zorgt er ook voor dat het leervaardige gedeelte van de hersenen beter werkt. En dan nummer 4. Je bent rommelig. Volgens de archetypische verhalen zou een genie allesbehalve opgeruimd zijn. Alexander Fleming ontdekte de penicilline immers vanwege een vies petrischaaltje.
En dus is de wetenschap gaan zoeken naar een eventuele correlatie tussen rommeligheid en intelligentie. De Universiteit van Minnesota stelde zijn participanten in twee verschillende kamers, een schone en een rommelige. Daarna vroegen ze de deelnemers om zoveel mogelijk manieren te noemen om een tennisbal te gebruiken. Hoewel er geen substantieel verschil was tussen de kamers, kon er wel vastgesteld worden dat de deelnemers uit de rommelige kamer meer creativiteit lieten zien. Dit verschil zou kunnen komen doordat de mensen in de schone kamer vasthouden aan de georganiseerde denkwijze. Nummer 3. Je vloekt. Het wordt vaak gezegd dat mensen die veel vloeken minder intelligent zijn en minder talig zijn. Maar recente studies hebben aangetoond dat een goede vocabulaire zelfs een teken van intelligentie kan zijn. Er werd gevraagd aan deelnemers hoeveel van de 400 gedragingen ze al eens hadden uitgevoerd en hoe vaak. Volgens hun antwoorden in IQ-testen zouden degenen met een hoger IQ vaker vloeken. En mocht je het willen weten, het blijkt ook uit onderzoek dat intelligente mensen graag naakt in huis lopen. Anyway, een onderzoek uit 2015 vroeg aan deelnemers om zoveel mogelijk vloekwoorden binnen een minuut te produceren. En daarna zoveel mogelijk woorden met een bepaalde letter. Er werd een sterke correlatie gevonden tussen beide taken. Er wordt gesuggereerd dat dit het resultaat is van restricties die voortkomen uit het idee van taboetaal. Regels leggen het brein juist meer geheugenvaardigheid op, omdat je moet onthouden wat je niet mag zeggen. En we gaan door met nummer 2. Je bent niet modebewust. Als je elke dag dezelfde outfit draagt, ben je bijna een tekenfilmpersonage van een luie tekenaar. Of je bent misschien een genie. Een aantal bekende intellectuelen staan ook bekend vanwege de looks. Dit doen ze om beslissingen te vermijden. Voorbeelden hiervan zijn Steve Jobs met kooltruien, Mark Zuckerberg in zijn t-shirts en Barack Obama die bijna altijd grijze of blauwe pakken droeg. Ook was er een Nobelprijswinnaar die een streng dieet had, zodat hij niet over de keuzes na hoefde te denken en zich kon focussen op zijn denkwerk. En dan op nummer 1, je maakt je vaak zorgen. De meeste van ons zullen bij een intelligent persoon meteen denken aan een actief iemand met veel zelfvertrouwen. Maar onderzoek wijst uit dat intelligente mensen sneller nerveus zijn. Er is een sterke positieve correlatie gevonden tussen tekenen van zorgen en hoge IQ-scores. Door het meten van de breinactiviteit van deelnemers ontdekten de onderzoekers dat dit verband zowel in een gezonde groep werd aangetroffen als in een groep waarin mensen leden aan angststoornissen. 10 landen met de heftigste mensenrechten schendingen. Ben jij nou benieuwd naar die video? Klik op de video op het scherm of rechtsboven in de infokaart. Volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van de allerlaatste video's via @10video's of mijn persoonlijke Instagram @jesperkleine. Ik zie jou de volgende keer. Tot ziens!